Ja, Jacques was in een paar, drie weken geleden ook hier geweest. We stonden ongeveer op dezelfde plek, maar wat is hier gebeurd? Ja, fijn dat je er weer komt kijken naar het werk. Vorige keer zingen we aan de kant achter het hek te kijken. En drie weken later stonden we inderdaad op de dam. Bovenstrooms staat nog het kanaal, daar staat nog water. En links van mij, dus benedenstrooms van de tijdelijke dam, daar zie je dat het kanaal langzaam leeg aan het lopen is. Als een kanaal leeg loopt, komt natuurlijk van alles naar boven. Wat heb je al aan bijzondere dingen gevonden? Ja, nog niet zozeer erg bijzonder, maar wel heel veel oud ijzer, wrakken, autowrakken, fietswrakken. We hebben ook goed contact met de politie, die dan ook regelmatig komen kijken van wat hebben we gevonden. En aan de hand van kleur, chassisnummer of dergelijke. Van is er nog belangrijk of interessant voor oude zaken uit het verleden? Dat is op dit moment nog niks uitgekomen, maar we blijven er wel in nauw contact met. En er wordt natuurlijk ook een hoeveelheid slip afgevuurd. Wat wordt daar met je gedaan? Ja, we hebben al aan de voorkant, dus voor tot het kanaal leeg ging, hebben we al heel veel slip afgevoerd. Dat gaat per boot naar het Hollands Diep. Daar wordt het naartoe gebracht. En op dit moment is met name bij de sluis bij Born ligt nog een hoop slip. En dat gaan we dan per vrachtwagen in een boot kiepen en dan afvoeren. En wie zit met de voortgang? Zit je op schema? Ja, we zitten goed op schema. Zoals je ziet, het kanaal is bijna droog. Het kanaal heeft een kleine verhogingje in het midden. Dat wil zeggen dus dat bij de sluis van Born en hier bij de dam doorsteed nog wat water. Dat pompen we via de pomp van Torhink, pompen we dat weg. En we verwachten dat we binnen nu en een week, anderhalf week, het kanaal volledig droog hebben. En dat we dan ook de werkweg in het midden kunnen gewoon aanleggen. Wat mij bevreemd is dat hier aan de linkerkant het kanaal vooral dieper is. En achter Born de Sluis is het ook dieper. Wie is dat eigenlijk gekomen? Ja, het kanaal is in de jaren 30 aangelegd. Allemaal ook met gebiedseigen grond. Hè. Dus links en rechts in wat putten geweest hebben ze door kleihout gehold en de grind toegepast. En inderdaad, op een stuk van 1800 meter is het kanaal een meter hoger. En dan bij de sluis zelf, dat is het weer een stuk dieper. Maar dat is meestal, bij sluizen wordt het altijd dieper aangelegd. En ja, de veiligheid staat natuurlijk boven alles. Je moet hier met de hesjes lopen, met veiligheidsschoenen en een helm op. Maar wie is het met de bezoekers die hier komen? Want het trekt natuurlijk een hoop nieuwsgierigen. Ja, we zijn op zich heel blij met de mensen die komen kijken. Natuurlijk prachtig, sowieso het weer is prachtig, maar ook veel te zien. Heen en weer hier in de machines en de bodem van het kanaal in zicht. Hoe ik wel veel wil waken is dat de mensen echt opletten tot ze buiten de hekken blijven. En ook bijvoorbeeld op de brug van Gratij echt ook met respect voor elkaar omgaan en niet de weg blokkeren. Want dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. We hebben nu het voetbalveld, bij Berg en de Maas, steden een dubbele container. We zijn ook even met de gemeente in overleg, maar er komt dadelijk een trap aan. En dan wordt dat een uitkijkpunt, hoe we ook met panelen de voortgang van het werk kunnen duiden. De weg van Born, Sluis naar Obicht, is afgesloten. Hoe lang gaat dat duren? Ja, in principe gaat hij volgende week weer open. We hebben hem tijdelijk afgesloten. Het was eigenlijk een keuze. Links van, van de Obichterweg is een groot depot aangelegd met breuksteen en met kiezel en met zand. Dat zand wordt dadelijk in het kanaal toegepast. En de makkelijkste weg is eigenlijk over de weg en dan naar het kanaal in. Maar dan zou er zeker 6 tot 8 maanden dan de weg moeten afsluiten. Wat niet wenselijk is voor de omgeving. Dus we hebben ervoor gekozen om een grote transportbrug te maken. Dat is gisteren ingehezen. Als je dadelijk gaat kijken, zie je hem door stoom. En dan kunnen tweezijdig kunnen door de dumpers vanuit het depot het kanaal in. En onder de brug door kan gewoon het verkeer doorrijden. De brug wordt dadelijk weer afgebroken aan het eind van het werk. Dan zal de weg ook alweer tijdelijk toegaan. Veel keer snoeis er 4 weken dicht. Verwacht dat ook dadelijk weer 4 weken gaat duren. Ja, natuurlijk een hele hoop voorbereiding gaat aan vooraf. Want er zijn een hele hoop bergen met grind en met steen overal liggen. Wie heb je dat verder gekregen en wie zijn die verveurd worden? Ja, dus een van de voornaamste eisen van het contract is dat we zoveel mogelijk per water aanvoer, per schip. En om eigenlijk te zorgen ook dat de doorloop die zo kort mogelijk is, hebben we al veel toffer daadwerkelijk gingen starten met de stremming.
hebben we al heel veel grind en steen aangevoerd. Die hebben we dan via de tijdelijke loswallen links en rechts van het kanaal kunnen neerleggen. Gronden verhuurd van de boeren hier in de omgeving. De stoor liggen ze in depot. En door met voorkomen voor ook zoveel mogelijk het vervoer door de kernen van de Durpen. Goed weer van nagedacht. Ja, absoluut.